Welkom bij de vierde Classic Rally Heze. We maken er vandaag een mooie dag van. Een hele hoop bekende gezichten. Ook een aantal nieuwe gezichten. Het doel van Classic Rally Heze is om een evenement neer te zetten in Heze ter bevordering van de autosport. Hij is er te staan na aanleiding van de Brabantse Dagrally die er vroeger was. En die was op een gegeven moment is die opgehouden te bestaan en dat vonden wij wel jammer. We hebben ook altijd aan meegedaan. En daarin hebben we op doorgebeduurd, maar wel los van de Brabantse Dag. En daarom zit het ook in juni en niet rondom de Brabantse Dag. Daar hebben we het zelf nieuw leven in geblazen. Dit zijn echte rallyrijders. En dat kan je ook zien aan de Austin Healers die hier allemaal staan. Die gaan echt door de velden, zal ik maar zeggen. Tot mensen die het leuk vinden om met hun mooie glanzende bolide over verharde wegen te rijden. Die het meer een soort tourritje maken. De drie categorieën zijn van moeilijkheid af aan bekeken. Is eerst de sportklasse. En de sportklassen krijgen bijna een blinde kaart. Die moeten zelf uitvogelen hoe de route gaat lopen. Door middel van passen, loepjes, lineaaltjes, zelf de kaart intekenen. De Tour is iets makkelijker, maar is toch nog best wel pittig. En dan heb je de elegantieklasse. De elegantieklasse is voor mensen die het gewoon leuk vinden om met hun leuke auto, daar zijn meestal ook de wat chiquere auto's, minder rallyauto's, zal ik maar zeggen, om een rondje te rijden, allemaal wat rustiger en ja, minder gejaagd, zal ik maar zeggen. Ik rijd mee in de Tourklasse. De auto is uit 1973. Het is een originele MGB V8. En met mijn navigator Peter doen we altijd één of een paar rallies als oefening voor de Tour Ecosse. Dus vandaar dat wij hebben ingeschreven voor deze rally. Wij rijden mee met een Austin Healey uit 1964. Dus ja, hetzelfde bouwjaar als de bestuurder. Er zijn heel veel mooie auto's, maar ja, die van jezelf, dat komt ook omdat je er veel aan gedaan hebt. Ja, dat blijft toch altijd speciaal, hè? Het is voor mij de eerste keer. Voorheen heb ik regelmatig het evenement mogen afvlaggen. Maar op een gegeven moment had ik ook een beetje de koorts te pakken. En ik dacht, laten we gewoon een keer meedoen. Ik wens jullie veel plezier. Ja, het is natuurlijk ook de eerste keer navigeren, dus nou, een stukje wennen. En vandaar dus de keuze voor de elegantieklasse. En voor de rest verwacht ik gewoon een hele mooie route. En ik denk dat je als navigator ook hard moet werken om de juiste route te rijden. We hebben hiervoor gekozen om in het centrum te starten, ook voor het publiek. Het is leuk om te kijken. Een stukje promotie van onszelf. Ja, en ik denk dat het wel een toegevoegde waarde heeft voor de evenementenkalender in Heze. Dat er weer zoiets op het kalender staat. Dat is leuk. Kijk, wij willen graag meer reuring in ons dorp. En ja, dit soort evenementen, ja, die horen thuis in het centrum juist om die reuring te krijgen. Wat verwacht je van de rally? Mooie rit, mooi toertje. Volgens mij gaan we naar België, bij Roermond gaan we ergens. Ik heb het even ingekeken. Bij Roermond, we gaan eten bij een kasteeltje. Mooi bochtjes, mooi ritje, gezelligheid. Dat een beetje. Het eerste gedeelte van de rally bevallen? Ja, eigenlijk super. Natuurlijk een paar buitjes gehad, maar dat maakt het ook wel weer spannend. He, moet je toch weer eventjes aanpassen, snelheid en alles om je heen. He, het kijkt toch anders.
Er zijn ook heel veel cabrio's bij, dus die moeten ineens een kapje snel dicht zien te krijgen. En, dus ja, nee, heel leuk. En nu hebben we weer een prachtig weer. Dus. We hebben hier bewust ruim een uur, anderhalf uur lunchpauze. En om even uit te rusten, even bij te kletsen. En er zijn toch veel mensen die je kent, dus ja, die wil je ook even spreken. En dan vanavond een gezellig diner. We hebben best wel een nieuwe aanwas elk jaar. Niet iedereen kan elk jaar natuurlijk op die derde zondag in juni. Maar we zien wel veel trouwe bezoekers. Vooral ook als ze een keer hebben meegedaan, dan willen ze volgend jaar toch iets beter in het klassement uitkomen. En we merken ook, de cursus is heel in trek. Mensen die nog nooit genavigeerd hebben, die gaan een avondcursus volgen. En dan winnen ze bijna de tweede of de derde prijs met de rally, een paar dagen daarna. Dat vind ik toch wel knap. Het is gewoon een gezellige dag. In leuke oude auto's een beetje rondscheuren. En de competitie maakt het ook wel aantrekkelijk om je best te doen. Jaar op jaar is het meer, hè. Het groeit steeds. Ja, en als ze het zo blijven doen, en er gebeuren geen ongelukken. Maar het is leuk werk. Ik vind eigenlijk voor elke hezenaar die een oldtimer in de schuur heeft staan, daar is dit het evenement om aan deel te nemen. Er zijn nog zoveel auto's in Hezen die mee zouden kunnen doen. En vooral starten in de elegance klasse zou ik adviseren. En dan maak je er een hele leuke dag van. 3, 2, 1, go! Uitstekende rally. Prachtige route. Het weer was in de tweede helft het beste. Maar ik moet zeggen, het was echt geweldig. Ja, het was uitstekend. Ik heb tot nu toe ieder jaar meegedaan. Meestal in een auto die ik heb geleend van iemand anders. En nu heb ik voor het eerst met mijn eigen auto meegedaan. Dus ik ben zeker van plan om de komende 5 jaar, of in ieder geval het 5e jaar, vol te maken. We hebben behoorlijk door kunnen werken vandaag. We begonnen in ieder geval met een hele mooie start. Dat we heerlijk hebben kunnen kijken naar de start van alle mooie auto's. Bij TC2 kregen wij een toevallige strander die ons voor onze neus in de schoot werd geworpen. Met een los boutje. Dus dat hebben we met een provisorische oplossing kunnen oplossen. En vrij kort na de middagpauze in Budel weer terug aangekomen. Kregen we een jonge auto uit het jaar 2000 die helaas strandde. Die was met dermate grote problemen strand die dat we niet konden maken. Maar we hebben ons stinkende best gedaan om het wel te doen. Maar we hebben een hele mooie route gehad met hele leuke deelnemers. Helaas ben je uitgevallen vandaag. Hoe is dat gekomen eigenlijk? Nou, tussen de waterslangen daar zitten metalen verbindingspijpjes. En die zagen er allemaal heel goed uit. Die hebben netjes gezandstraald en mooi gespoten. Dus die hadden een mooie blauwe kleur. Alleen ze blijken van binnenuit doorgeroest te zijn. Dus op een gegeven moment toen verloor ik alle water en toen loopt de auto warm. Ja, dan kan je niet doorrijden, want dan rij je het blok kapot. Kunnen we wel weer op jouw deelname rekenen volgend jaar bij het eerste Lustrum? Zeer zeker. Volgend jaar doen we weer gewoon mee. Alle kinderziektes die worden eruit gehaald. Ja, het weer is prima geweest. We hebben onderweg wat regen gehad. Maar goed, daardoor hebben we ook van alles wat meegemaakt. De hele middag was perfect weer. Dus startlocatie goed, finishlocatie goed. Tussendoor de lunchlocatie in Achel op het kasteel was goed. Ja, eigenlijk, we hadden ons niet beter kunnen wensen. Op de eerste plaats in de elegance klas. Dat betekent volgend jaar Tour, per definitie. Nummer 49, Jeff van Bergijk en Kevin van Bergijk in de Porsche Box. Hoe zie je het eerste Lustrum tegemoet dat natuurlijk volgend jaar aanstaande is? Met veel vertrouwen. Als ik kijk hoe dat we de afgelopen jaren gedraaid hebben, dan merk je dat het eerste jaar is een soort pioniersfase. Daarna dan weet je al een aantal dingen wat makkelijker op te pakken. En als je nou kijkt naar dit jaar,
dan moet ik zeggen dat we de draaiboeken redelijk op orde hebben. Daar kan natuurlijk altijd wel wat verbeterd worden. Maar laat zeggen, dat wordt steeds meer een geoliede machine, waardoor we alles op tijd, ruim op tijd en op een perfecte manier voor elkaar hebben.